Hallo, in deze screencast zal ik je even laten zien hoe je verschillende soorten opdrachten kunt plaatsen binnen de leeromgeving in Classroom die je hebt aangemaakt voor je leerlingen en vervolgens ook makkelijk kunt delen met je collega's. Ik doe het even voor in de leeromgeving voor 3MB, want er zitten nog geen leerlingen in, zodat ze ook niks zien van mijn gespam. Rechtsonder kun je op het plusje drinken, on mouse over en zodra je daar met je muis op gaat, komen er vier opties tevoorschijn. De eerste optie is mededeling maken. En de mededeling die kan bijvoorbeeld zijn dat ik morgen, hebben ze een mobiele telefoon nodig, want ze moeten buiten foto's gaan maken. Dus de mededeling wordt, een soort huiswerkopdracht, morgen mobiele telefoon meenemen met camera. Er zit geen onderwerp aan geplakt. Ik ga er verder geen documentje of een linkje of een filmpje aan plakken. Ik druk gewoon op plaatsen. 3MB heeft nu deze opmerking, deze mededeling in de leeromgeving gekregen. Een andere is een vraag. In de klassensituatie, de leerlingen zitten allemaal met hun Chromebookje open en die hebben Google Classroom open. En die kan binnen deze omgeving hun vraag gaan stellen. Dat kan een korte vraag zijn, die kan ik gewoon stellen. Maar ja, dan zijn het altijd dezelfde die het antwoord geven. Als ik misschien op deze manier bereik ik iedereen en ik vraag aan iedereen dat ze iets moeten gaan inleveren. Dus de vraag kan zijn, wat heb jij vorig jaar geleerd bij aardrijkskunde? Nou, dan kan ik nog eens terug. Denk aan de docent van vorig jaar. Wat heb je onthouden en vond jij het leukst van aardrijkskunde? Aangezien ik het morgen inderdaad ga doen. Ik wil het er terug hebben en de terugdatum is, ze gaan morgen weer in de les aan de slag. En ik wil het gewoon aan het eind van de les wil ik dat hebben. De les is het tweede uur, dus dat is om 9:45 afgelopen. Ze hebben tot 9:45 de tijd om het in te leveren. En ik stel deze vraag. Hoppatee. Die vraag kan ik zo stellen in de les. Morgen om 9:45 moet ik klaar zijn. Als ik er nou voor wil zorgen dat ik niet alles al weggeef en dat leerlingen die thuis hier naar kijken dit al zien en gaan doen, omdat ik wil dat ze het in de les maken, dan kan ik het op een andere manier doen. Nou, dan kan ik hier eventjes dezelfde opdracht, ik zeg bla bla, diezelfde instructies en die luisteren ook naar bla bla bla. De inleverdatum was de datum van morgen, de tijd was de tijd van 9:45. En dan zeg ik vervolgens niet vragen, maar dan ga ik hem plannen. En de planning, dat wordt dat hij op 5 september, de les begint om 9:30, om 9:30 gaat hij open. Dan kan ik eerst nog even de les opstarten, uitleggen wat we gaan doen. En vanaf 9:30 morgen gaat deze pas open. Ik zie hem hier ook niet staan, ik zie hem opslagen. Leerlingen kunnen hem ook niet zien en hij gaat pas open om 9:30 en dan kunnen ze ermee aan de slag. Dan de laatste opdracht. Dat is een opdracht maken. Ik kan een nieuwe opdracht maken. Die opdracht die luistert weer eventjes naar bla, bla, bla. En de instructie is ook bla, bla, bla. Oh, laten we er bla van maken. De inleverdatum, nou dat duurt wel even. Ik wil graag dat ze 20 september dat hebben ingeleverd. En ik geef er een tijd aan. Ze hebben de hele dag de tijd, dus 21 september is te laat. En deze opdracht die ga ik wel alvast plaatsen. Ik kan er nog eventjes een YouTube filmpje aan plakken. Of ik heb een link met naar een documentje. Eens even kijken of ik een leuke YouTube film kan vinden. Dan gaat een venster open. Ik kan hem zoeken. Maar ik kan er ook een URL alvast aangeven als ik die weet. Want ik wil dat ze dat filmpje hebben gekeken. Die hoort bij die opdracht die ze moeten uitvoeren. Ik vul koe in. En ik vind die koe die een drieling krijgt vind ik echt een goed filmpje. Want daar moeten ze zich op voorbereiden. Filmpje van een minuut. Ik zeg opdracht plaatsen. En ik kan ook hier weer zorgen dat die morgen pas zichtbaar wordt. Nou, dit zijn de geplaatste opdrachten. En nou komt het leuke, want nou heb je graag die hele mooie opdracht klaargezet. En je wil dat je collega hem ook gebruikt voor zijn andere 3 VMBO groep.
Ik kan, als ik naar overga, kan ik namelijk een docent uitnodigen. En ik kan hier een docent uitnodigen, bijvoorbeeld Ronald de Roy. In mijn geval kan ik kiezen dat ik die ook toevoeg aan mijn leeromgeving. Die heeft dezelfde rechten als ik, hij kan alleen de leeromgeving niet verwijderen. En dan wordt het volgende ineens interessant, want ik kan de laatste opdracht, ik kan een bericht opnieuw gebruiken. Een bericht opnieuw gebruiken, die kan ik uit een andere groep halen. Ik heb misschien ergens al een opdracht geplaatst en dan kan ik zelf ook nog eens een keertje deze opdracht, hoef ik niet weer helemaal opnieuw te maken en in te sturen. Ik zeg gewoon, deze leeromgeving, die klas, daar zit de wie ben jij. Ik zeg opnieuw gebruiken en ik kan nog even misschien iets aanpassen aan de klas van nu, want het is misschien een andere klassennaam. Een andere inleverdatum, omdat je hem in het rooster op een ander moment heb je die klas nog. En dan zeg ik opdracht plaatsen. En hoppatee, ik heb een al reeds gemaakte opdracht uit een andere groep gehaald. En die heb ik zo hierin gezet. En als je als collega ook toegang hebt tot een andere leeromgeving, die van je collega, dan kun je dus ook daar de opdrachten uithalen. Succes ermee!